Je plant een vergadering die echt privé is. Hoe weet je nou dat er niet mensen deelnemen die er niet bij mogen zijn? Ik zou zeggen, dat zie je gelijk, want jij mag er niet bij zijn en dan zie ik je in de vergadering. Ja, er is toch wel iets extra's nodig. Want, dan alleen maar mijn bril opzetten en eens kijken? Dat zou kunnen. Nee, wat er bijvoorbeeld zou kunnen gebeuren, is dat iemand die link anoniem deelt. En jij dus niet ingelogd bent in de browser en vervolgens ga jij deelnemen. En als je dat namelijk doet en de instellingen zijn niet goed, dan kun je gewoon een fake naam ingeven en dan join jij als gast. En dan zet je niet je camera aan? Dat zou kunnen, ja. Dan valt dat niet op? En het scenario is natuurlijk wel dat, stel dat wij een belangrijke aandelenvergadering hebben en ik lek het naar de pers, naar de media, dan kan dat dus door de link zo te delen en dan kan iemand wel deelnemen. Tuurlijk, je ziet het direct, hè, ja, maar ik denk. Het kan, wat je eigenlijk wil doen, is gewoon dat je in je vergadering alleen ingelogde gebruikers hebt. Ja. En anders niet. Ja, het is natuurlijk de vraag, valt het op? Want ik kan me voorstellen, met je grote groep ga je inderdaad echt checken, zit er niet iemand bij? Ik denk, over het algemeen heb je toch echt wel de camera aan. Niet altijd, maar... Nou, ik zie daar echt wel een verschil in. Er zijn sessies waar iedereen camera aan heeft. Ja. Maar er zijn ook sessies, 200 plus man, waar iedereen gewoon de camera uitzet. Maar zijn dat dan ook echt die hele privé-sessies die dan allemaal dat kan uit? Zeker gebeuren, ja. Als ik zie de sessies die wij hebben met Microsoft bijvoorbeeld. Ja, dat is heel groot. Ja. En wat dus belangrijk hierin is, is en dat kun je dus instellen in ja, daar gaat het om wel. Waarom zou je het nou doen? We hebben het inderdaad waarom. En soms zijn er best wel situaties en daar denk ik dan niet altijd over na nog. En dan hoor je dat en denk je, gebeurt dat? Ja, dat gebeurt. En dan is het wel fijn om inderdaad dit soort dingen te weten. Ja, precies. En ik heb er even een demo van gemaakt hoe je dat instelt voor je organisatie. Dus je moet het echt op organisatieniveau op dit moment regelen. Dus je moet het ook echt wel op je goede governance hierop zetten. Ja, ja, opnieuw, governance is wel echt heel belangrijk, is key hierin. Die willen het sowieso, hè. We zeggen het best wel vaak, governance. Maar dat is wel echt de basis om natuurlijk veilig met elkaar te kunnen samenwerken in Microsoft 365. Ja, daar ligt heel je basis, want... Ja. Wat heel veel mensen vergeten is bijvoorbeeld klassificatie van teams, labeling. En ik gooi er nu een aantal termen uit dat mensen misschien denken, waar heeft hij het over? Ja. Maar bijvoorbeeld ook al met teams, dat je geen dubbele teams aanmaakt onder water. Precies, dat soort zaken. Dat, dat is natuurlijk allemaal super belangrijk om te weten. Dus misschien is dat ook meteen goed om te zeggen dat wij dus die sessies begeleiden. Waarbij dat we... Door je met je samen door de instellingen heen gaan, staan je deelinstellingen goed. Mag iedereen wel delen? Hè? Of moet iedereen maar toch maar via WeTransfer hun files delen? Terwijl jij denkt van ik heb mijn organisatie dichtgezet, niemand kan naar buiten. Ja. Zijn meest gemaakte fouten overigens. Ja. Dus, is natuurlijk ook best lastig hè? Als je bepaalde beleid... afspreken, regels, dan is het natuurlijk toch checken van, is het ook veilig? Zijn er niet andere manieren? Vaak is het ook gewoon kennis die niet onvoldoende kennis, zeg maar, waardoor je toch andere manieren gebruikt. Ja, absoluut. Absoluut. Gaan we naar de demo? Nou, wat ik even van tevoren wil vragen eigenlijk, want we vragen het meestal achteraf, is komt deze situatie je bekend voor? Gebruik je hem? Wist je deze situatie? Of weet je hoe je dit in moet stellen? Geef je comments onder de video. Ja. Mocht je met je organisatie iets willen, neem dan contact op via het contactformulier. Ja. Nu gaan we naar de demo. Nu gaan we naar de demo. En hier ga ik een meeting aanmaken en ik wil alleen dat de juiste personen uitgenodigd worden. Dus meeting invite only. Oftewel alleen de mensen die ik echt uitnodig. Nu pak ik Debbie. Ik pak Marco. En Koen.
Ik stuur de meeting invite. Ik zit even te kijken. Hij is voor vandaag. Nou, hij duurt niet de hele dag. Dus ik zet hem even op de 17e. En dan zet ik hier. Maak ik hier even 2 uur van. En het is een Microsoft Teams meeting. Ik zend hem. De meeting is occurs in the past. Ja, oké. Prima. Ik verstuur hem. Nou, je ziet al dat die oppopt. Nou, ga ik even naar Debbie, haar Outlook. Dus ik ga hier. Hier heb ik haar uitnodiging. Iedereen staat er netjes in. Nou, ik zie ook dat er nog meerdere meetings zijn. Maar ik wil gewoon even niet mijn naam opgeven. Dus wat doe ik? Ik zeg open link in incognito window. Want ja, dat kan op de meeste PC's. Ik open hem in de web, want anders zou ze direct zien wie ik ben. En op het moment dat ik hem open, vraagt hij van, nou ja, wil je toegang tot de PC? Prima, dat is allemaal nog goed. Dus mijn camera gaat aan. Ik zet hem even uit en ik join. Nou, ik geef even mijn naam, Debbie, niet waar. Connecting. Shit. Dit is dus de melding die je krijgt. Dus als je een account hebt van de organisatie, mag je meedoen. Anders moet je de organizer contacten en kom je dus gewoon niet in de meeting. Waar komt deze instelling nou vandaan? Want hiervoor moet een admin wat doen. Ik ga je nu laten zien wat de admin moet doen. En daarvoor gaan we naar admin.teams.microsoft.com. Hoop ik dat ik de goede URL in één keer intyp. Ja hoor. Dan gaan we naar vergaderingen. En vergadering instellingen. En dan zie ik hier, anonieme gebruikers kunnen aan een vergadering deelnemen. Die staat uit. Dus dat betekent dat je altijd ingelogd moet zijn, wil je deelnemen aan deze vergadering. Als je dat niet wil, dan, of als iedereen zo deel kan nemen, sla je deze op met de setting op aan. Aan de onderkant niet vergeten op te slaan. En de vergadering instellingen zijn aangepast. Kan enkele uren duren, dus dat is wel belangrijk. Maar daarna kun je gewoon deelnemen weer aan de vergadering. Het zou kunnen zijn dat dit binnenkort ook per meeting ingesteld kan worden. Maar wellicht dat daar een user voice voor is en die nog ingevuld moet worden. User voice kun je vinden door Teams user voice te zoeken en dan Microsoft Teams user voice. Nou, en hier zou je dan kunnen vinden wat de laatste status is. Ja, de demo. Daarin heb je dus kunnen zien wat de verschillen zijn tussen privé en niet privé. Hoe je dus ervoor kan zorgen dat niet iemand die er helemaal niet bij hoort zijn tijdens de vergadering toch deelneemt. Laat het dus weten als je vragen hebt. Deel het onder de video. Deel ook of je hier gebruik van maakt. Welke situatie. Laat het weten. Daar kunnen wij ook op reageren. Kunnen we elkaar ook zo weer verder helpen. Ja. En een like. Ja, duimpje omhoog als je deze video tof vindt. En abonneer je vooral op ons YouTube kanaal. We'll be right back.